Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag even iets letterlijk uit de oude doos en een oude doos in kwestie wat ik ga behandelen. Mocht je denken van, goh, wat een gek leuk groen truitje met hip logo erop. We hebben nieuwe werkkledingen, is sommige van jullie misschien al opgevallen. Dus we zitten nou allemaal in tenue, dus er hoeft geen enkel verwarring meer te zijn wie er nou specifiek werkt bij de winkel en wie er de klant is. Ziet er goed uit, dus van de week een primeur. Voor vandaag de vlog die ik wil doen, komt eigenlijk ook een beetje door natuurlijk wat binnengekomen is. En afgelopen vrijdag ben ik nog naar Jack's geweest, daar waren weer een paar punkbandjes. Even een voorbeeldje. Dat is hartstikke gezellig en dat zet je ook aan het denken natuurlijk van hoe men luistert naar muziek. Jullie weten van mij, ik hou van vinyl, de cd is ook prima, cassettebandje af en toe en zo, de 8-track en tape en zo van die dikke rollen, dat gaat me weer net wat te ver. Maar bij mij is het met name het vinyl eigenlijk wat hoogtij viert. En dat is natuurlijk in schril contrast met tegenwoordig. Hè. De meeste mensen die zoeken op een telefoontje wat op, of die hebben een soundbarretje, of weet ik wel, zo'n party speaker. Of daar gaat eigenlijk alles, het meeste, het grootste gros in MP3 formaat. Ik zelf ben dus wat ouderwets in dat opzicht. Ik vind dat ook leuker als je een hoesbeet kan houden en gewoon je muziek lijfelijk ook in huis hebt. En het voorbeeld wat ik vandaag wil gaan behandelen eigenlijk, die sluit daar nou op aan waarom het eigenlijk zo leuk is om een fysiek medium te hebben, vooral ook voor muziek. Want betreft hier dus iets wat is binnengekomen. En het leuke daarvan is toen ik het opzocht op internet, want ik had ook nog niet eerder iets dergelijks gezien. Toen bleek het apparaatje gewoon, tenminste een soort gelijk apparaat wat ik kon vinden, doodleuk uit de jaren 20 te komen. Uit de 20ste eeuw dus, de 20er jaren. Dus 100 jaar oud al zo'n beetje. En dat maakte dus weer extra leuk. Er zaten ook, ik kan wel hier nou verklappen, jullie hebben het al wel een beetje door. Het gaat hier om een platenspelertje. Maar niet zomaar een platenspelertje. Een platenspelertje voor de allerkleinste om zich te vermaken. Dus tegenwoordig hebben de kids computerspelletjes en switches en de hele reutemeteut. Wat moest je doen in de jaren 20 in huis? Nou, dit was een van de dingetjes dus waar je tijd mee kon vermaken. Ik zal hem aan jullie laten zien. Dat betreft hier dus een platenspelertje uit 1920. Waarschijnlijk voor de kids gemaakt. Waarom? Dat laat ik zo zien. En het is ook natuurlijk om te kijken of die het ook daadwerkelijk doet. Dat is het leukste. Dus laten we gaan kijken. Om te beginnen is dit kistje. Want dat is ook wel leuk om te laten zien. Het is een oud verkaderkistje zoals je ziet. Met een hele mooie illustratie aan de binnenkant. In plaats van de buitenkant. En er staat op borstplaat. Verkaders Fabrieken Zaandam. Moeilijk te zien, want het is in geel geschreven. Niet de beste kleur voor een kistje. Maar dat is dus het kistje zelf. En als je die openen, dan zagen jullie er al wat in liggen. Dit is een papiertje met wat tekst. Dat gaat naar Den Bosch toe. Dat is een oud kinderversje. Je ziet al eens een beetje aangevreten door de zilvervisjes. Maar hierin zitten dus een aantal van dit soort kleine plaatjes. En hier staat op Puk. Dus dit zijn zogeheten pukplaatjes. En als we die eruit halen, dan voel je al dat het een iets dikker materiaal is. Dit zijn dus weer 78 toerenplaatjes. Tenminste van hetzelfde materiaal, van shellac gemaakt door zeg maar een soortement van bakkeliet. En dit is dus een gek formaat. Het is weer kleiner dan een gewoon 45 toeren singeltje. En als je dan ook kijkt, hier binnenin zie je weer een wit vel. En daarop staat dus weer het liedje wat in het plaatje zit. Wat is hiervan nou het idee? Dit is dus eigenlijk gemaakt voor kinderen destijds. En dit zijn dus allemaal kinderversjes. Of misschien dat er ook nog wat gewone muziek tussen zit, dat weet ik niet. Met de tekst erbij, zodat je mee kan zingen. En dat zijn dus de plaatjes die erop gaan, maar dan hebben we hier het kistje zelf. En zoals je ziet, het lijkt op leer. Ik weet niet of het echt leer is of dat het zo moet lijken.
En je ziet hier bij het handvat zie je een gat met een pinnetje eruit. Nou, daar komen we nog op. Want als we hem openen, dan zie je hier aan de binnenkant dus al het plateau. En je ziet een gat. En dit is een metalen behuizing. En verder dus een, in feite een, als ik dit zo voel, een koffertje van karton met wat nepleer erop. Als ik hem even hier zet, dan zie je hier de arm. Hij is een beetje, een beetje aan de roestige kant, dus hij zal misschien ergens gestaan hebben in een kelder of zo. En je ziet hier al het gewicht. En hier is een klein wieltje wat je kan draaien. Daar moet je dus weer de naaldjes in doen. Nou, dit is dus, die moeten we er zo meteen opzetten. Wat hebben we verder nog? Hebben we hier een klein blikje. In dit geval van de 3 Swan. Ik weet niet of dat een merk is van die naaldjes van vroeger. Of dat ze gewoon een klein blikje hebben gebruikt. En nou ja, ik moet hem dus nog even open zien te krijgen. Ik heb al jaren dicht gezeten. Maar hier zitten dus de naaldjes in. Die hier weer opgaan. Dus is de bedoeling, geloof ik, dat we in dat gat de arm zetten. De naald erop doen. En dan moet hij natuurlijk nog spelen. En daar is dat desbetreffende gat voor. Want er zit nog iets in. En dat is dit. Een klein sleuteltje zoals je ziet. Dus ik was eigenlijk al een beetje onnozel aan het zoeken naar een extra stopcontact om hem in de stroom te steken. Maar aangezien dit dus waarschijnlijk rond de jaren 20 is, zal lang en breed nog niet iedereen stroom in huis gehad hebben. Dus daarvoor is dit gat. Je moet hem dus opwinden. En hiervoor heb ik nog niet laten zien. Als ik hem een beetje zo hou, dan kan je iets zien uitsteken. Daar zit een hendeltje. En dat is dus de stop en de go, zeg maar, voor het plateau. Tenminste, als die het doet. Ik zal even kijken of... Oeh, daar gaat hij al. Dus ik heb een goede hoop op dat het mechanisme werkt. Dus wat ik nou ga doen, is de arm erop doen. Een naald erop. En dan nou ja, kijken wat we horen. En ook dus hoe hard het is. Want er zit dus niet zo'n toeter op als op die grote ouderwetse apparaten. Dus ik ben benieuwd. Nou ja, en hoe ver we de geluid uitkrijgen. Laat ik het even gaan proberen. Je ziet hier al, ik heb het blikje open. En dit zijn de naalden. En het idee van eerder is dus ook tegenwoordig, als je een beetje een fatsoenlijke naald hebt en je draait af en toe, kan je jaren met de naald doen. Of in ieder geval een jaar à twee jaar voordat je hem hoeft te vervangen. In sommige gevallen dus nog meer. Maar deze zijn vrij dik. Het zijn haast net spijkers. En na een paar keer plaatje draaien, zeg drie à vier kantjes, moet je dus eigenlijk alweer de naald vervangen. En daarom zit er ook zoveel in zo'n doosje. Dus nou gaan we de arm bevestigen. Het was even wat gedoe, maar ik heb hem er nou op. Zoals je ziet zit hier een kleine inkeping. En op de armen zelf... Ja, ik kom er zo aan toe. Zitten dus twee pinnetjes aan weerszijden. En het is de bedoeling dat je die hierin doet. En dat de arm met die pinnetjes dus op dat randje blijft hangen. Sorry, ik moet hem even als zodanig. En nou hebben we dus de arm erop. Nou moet dus nog de naald erop. En dan kunnen we kijken of die draait. En ik heb nou dus alles, als het goed is, in de juiste opstelling. Naald erop, plaatje. Ik heb hem een beetje gedraaid. Ik weet niet hoe lang die speelt, want ik probeer de veer die erin zit, wil ik niet overbelasten. En de poes zit nog steeds te zeuren om eten. Je hebt eten staan, ik heb je pas gegeven. We gaan dus nou het hendeltje overhalen. En dan kijken of die speelt. Nog niet. Het lijkt erop dat ik hem een beetje half in het midden moet houden voor te spelen. Ja.
Ik moet schijnbaar mijn vinger er wel op houden. Anders verdomt hij het. Wauw. Maar hij doet het. Nou, top wat ik al zei. Het superleuk tot na 100 jaar nog steeds werkt. Natuurlijk wel met een beetje hikken en hoesten. En de geluidskwaliteit is natuurlijk niks vergeleken bij een fatsoenlijke platenspeler. Ook uit die tijd, die grote met die trechter die ik hier nog heb staan bijvoorbeeld. Dus zolang de platen gewoon schoon zijn en niet helemaal bekrast, klinkt dat eigenlijk prima. Dit was natuurlijk voor op de slaapkamer bij de kleintjes of om mee te zingen of wat dan ook. Dus kwalitatief gezien is het een stukje minder. Maar dat daarbij gezegd, waar ik al zeg, het is 100 jaar oud en het werkt nog steeds. Nou, ik vond het super leuk om even te proberen dit. En ik denk ook dat jullie nog niet eerder zo'n eentje hadden gezien. Dus leuk vlogmateriaal, dacht ik al toen ik hem zag. Nou, dat was het voor deze week. Vind je het leuk wat jullie doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan Amersstraat nummer 3. Of je spullen in te leveren aan de Oslokade nummer 1. Bij de gezitten witte kampen voor al uw winkel en brenggenot. Jongens, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio!